In zo'n groot getal, vandaag op de kerstviering van de zonnebloem hier in Franse Noord zijn gekomen. Jullie hebben gezien dat er allerlei lekkernijen op tafel staan. Maak er gebruik van. Probeer dan optredens in kerststemming te brengen. Mag ik echter jullie vragen? Geef ze ook de aandacht aan Hopvoetsam. Dankjewel. Nou, dat kan al niet verkeerd met zijn intro. Goedemiddag, lieve mensen. Hier zit de Charles Dickenskapel van hier van het Bronsum. Er ligt ons van gehoord. We hebben over de kant gestaan een paar keer. We hebben artikeltjes in de machine. En we gaan daar het leukste maken vandaag. Zo hebben jullie de volle zaal, allemaal van de zonnebloem. Je zit er gezellig bij, je zit er einde door de doek gewoon rustig. Hè? Als je eens in de spieren vul van je de sfeer een beetje in met de muziek, is hier het einde geen probleem. We gaan proberen u vandaag helemaal naar de kerst, de kerstsfeer te brengen. We beginnen, laat ik eens verrassen, door de Charles Dickenskapel. Veel plezier. Dank u. Ja, prima, dankjewel. Beetje tempo, hè? 1, 2, 3, 4. Thank you.
gezongen hebben. Het volgende liedje is een liedje wat heel vaak in de kerk gezongen wordt. Dan vele jaren. Is heel oud, 1640 al. Je kent het allemaal. Het is Adeste Fidelis. Echt kerst. Thank you.
Dickenskapel, heel hartelijk bedankt voor jullie optreden vanmiddag hier bij de Zonnebloem. En ik denk dat we ons zeker nog een keer terugzien. Dankjewel.